Ondaan. Balletje naar Van Ginkel is slim. Die zou hem terug kunnen geven aan Ondaan. Goeie 1-2. Vilena. Is het buitenspel voor Castaños? Nee. Dan moet het toch eigenlijk het doelpunt zijn. Is de voorzet net niet goed genoeg. Beste kans voor Jong Oranje. Goeie aanval. Daar de geblesseerde. Al geldt dat overigens niet voor Brenet. Die is er op het laatst bijgekomen. Promes, Ziyech en Saimak zijn allemaal niet fit genoeg. Boetius is in één keer naar Van Ginkel. Dat is goed. Castaños en Ondaan voor het doel. Van Ginkel. Van Ginkel! Wat een lekkere uithaal. Knappe redding ook van Nadiratse. Een geweldige schoten door Marco Van Ginkel. Strakke bal onderschept door te Wierik. Ja, dat was inderdaad vraag om moeilijkheden. Excuses van de rechtsback. Die dat zo ook niet bedacht had natuurlijk. Die bal eigenlijk wil aannemen. Maar hem bijna ideaal klaarlegt voor Kvilitaya. Toch men heeft natuurlijk Jong Oranje de bal. Maar het blok van 9 man plus keeper daar nog eens achter. Is voorlopig ondoordringbaar. Misschien nu met Castaños. Het is in ieder geval een grote kans. Maar het is geen doelpunt. Eindelijk lukt het een keer om echt een vrijstaande man in het strafschopgebied te creëren. Ebesilio is het. Die de kans krijgt. De paas is goed. Via Boetius en Castaños. Ebesilio vrijgespeeld. En zo vrij is Jong Oranje eigenlijk nog niet geweest daar. Vilena naar Te Wierik. Vilena. Van Ginkel. Ebesilio. Castaños. En hij valt bij toeval goed, maar dan is de redding daar. Boetius nog eens. Het schot van AK geblokt. Levert een corner op. Nog één corner voor de rust. Strak en goed genomen en het naast gekopt door Van der Hoorn. Ja, de beste kansen zitten dus echt in de slotfase, zoals in de extra tijd van de eerste helft. Santuria jaagt, Rekiek speelt hem niet goed terug op Van der Hoorn. Die lost het slim op, samen met Lijon. Oeh, die bal is kort, die is te kort. Oh, Santuria! Het is dat Haan daar nog tussen zit, het kan alsnog. Is dat buitenspel, ja. Wat een geklungel. Onbegrijpelijke paas. Veel te zacht voor Haan. Die voor de tweede keer daar net op tijd is. De trainer van Feyenoord is er natuurlijk ook. Fred Rutte naast Ted van Leeuwen. Jong Georgië valt niet veel aan. Maar als ze het doen, ziet het er toch vaak wel erg dreigend uit. Zo ook nu de lat zelfs geraakt. Kopbal van Grigaj Lashvili. Een van de minste wedstrijden in deze kwalificatiereeks van Jong Oranje. Boetius. Aardige bal, Castaños nu! Nee! Werpt weer iemand zich ervoor. Santuria. Langs de muur en de binnenkant paal. Rebound. Is het een penalty? Het is helemaal niks voorlopig nog. En ook geen doelpunt. Toch een doelpunt. Ja, toch een doelpunt. Georgië leidt. De doelpuntenmaker heet Jambouli Yigauri. Goeie vrije trap van Santuria. Dan lijken er toch wel meerdere kansen om die bal op een goede manier een beetje weg te werken. Maar hij valt uiteindelijk net goed voor Yigauri. Hupperts. Lijon buitenom. Hier is Boetius. Vilena. Castaños, licht duwtje. Het mag van Ginkel. Ah. Maar het blijft een avond van net niet. Dus ook dit net niet. En dan verliest Jong Oranje. De eerste wedstrijd onder Adrie Koster. Pijnlijk met 1-0 van Jong Georgië.